Goedemiddag trouwe kijkers, hier een CE's blok wat klaar is gemaakt voor iemand. Het blok heeft hij zelf gespoten, ik heb het voor hem in elkaar gezet en we laten hem even test draaien. Ik heb een blikje benzine, een heel klein slangetje op de carburateur gezet. De carburateur hebben andere sproeiers gekregen omdat ze straks open uitlaten en deze luchtfilters op zitten. Sproeier 80 en 117,5 is daar gemonteerd. Er liggen nog wat onderdelen los op die straks gemonteerd moeten worden. Ik heb er even twee uitlaatpijpjes op gezet. En dan voor degene die het zelf willen experimenteren. De CDI-unit is aangesloten. En gewoon op de stekkers, heel simpel. Alleen de bobines heb ik een massa gemaakt. De bobines hebben een massa aan het blok en dus op de groene draad van de dynamo. Als je dat niet hebt, krijg je geen vonken. Nou, je legt het er zo op. Het is heel simpel. De accu heb je niet nodig. Alleen met starten van de startmotor heb je een accu nodig. En dan kun je die gewoon loslaten. Er is één probleempje. We kunnen het motorblok niet uitzetten. Dus dat levert wat problemen op. Want die moet dan tegen massa komen. Dat is deze zwarte draad met de witte streep. Die moet tegen massa komen. Plop. En dan zal het motorblok afslaan. Ik ga het kijken of ik kan starten voor je. Ik zal eerst de camera even op een plekje neerzetten, waardoor jullie mee kunnen kijken. Nou, die staat. Gaan we kijken wat het doet. Een beetje meer stationair laten draaien. Dat is alles.